De Agrarische Vrouwencoöperatie Wiuma Fusrenang heeft gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Arment Achaibersing van Financiën en Planning. De delegatie werd ontvangen door financiën-directeur Dharmraj Parohi en Regilio Hira van Economische Aangelegenheden. Voorzitter Tanya Liwasu van Wiuma Fusrenang gaf een presentatie over de organisatie. Wiuma Fusrenang bestaat sinds 2013 en is gefocust op vrouwen in de agrarische sector, vooral in rurale gebieden. De coöperatie streeft ernaar om de levensstandaard van vrouwelijke agrarische producenten te verbeteren. In 2020 kreeg Wiuma Fusrenang de IDB Superheroes of Development Award. De organisatie heeft babyvoeding ontwikkeld die voldoet aan de standaarden en richtlijnen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. Minister Achaibersing zei bijzonder onder de indruk te zijn van de organisatie en de producten. Niet alleen vanwege de professionele verpakking en uitstraling, maar vooral ook omdat de producten lokaal en importvervangend zijn.